De oude tijd heeft afgedaan met al zijn duisterheden. De walmende petrolielamp behoort tot het verleden. Geen oliestel voortaan, die hebben afgedaan. Die tref je straks alleen nog maar in het Rijksmuseum aan. De elektriciteit is nou een boffie. Elektrisch zet je nou je bakkie koffie. Ja, elektriciteit brengt veel geriefelijkheid. En daarom is de leus van onze tijd. Doe het elektrisch, dat is de grootste zaligheid. Licht en warmte krijg je nu voor een kras per kW. Doe het met elektriciteit. De elektriciteit is nu een weldaad in je huisje. Je soepje wordt elektrisch nu gekookt op je fornuisje. Je pannetje blijft fris, geen roet, geen ergernis. En als je elektrisch kookt, dan weet je dat het lekker is. Je hoeft niet bij je pannetje te blijven. Intussen kan je nog een briefje schrijven. Geen stof meer op de grond. Het is zindelijk en gezond. Van een paar centjes kom je makkelijker rond. Doe het elektrisch, doe het elektrisch. Dat is de grootste zaligheid. Licht en warmte krijg je nu voor een krachtig kabin. Doe het met elektriciteit. Dat is een peulenschil als je elektra hebt gekregen. Een baby van een jaar, die speelt het nu al klaar. Draai even aan het knopje en dan komt die voor elkaar. Ja moedertje, je hoeft niet meer te slopen. Elektrisch gaan we hosselapjes stoven. Je komt zonder gevaar, en eer je het bent gewaar. Is nou je biefstuk in een wippie gaan. Hartstikke bij, doe het elektrisch. Dat is de grootste zaligheid. Licht en warmte krijgen nu voor een kras per kWh. Doe het met elektriciteit.